het vitaliteitsonderzoek Project Plastic en de verkiezing Club van het Jaar. Welkom bij de nieuwe Sportsupport Highlights. Alle Rotterdammers met plezier aan het sporten, aantrekkelijke sportverenigingen, moderne sportfaciliteiten, inspirerende internationale topsport en een stad die aanzet tot bewegen. Dit zijn de ambities die Rotterdam nastreeft met de sportnota Rotterdam, een wereldse sportstad. Rotterdam zorgt ervoor dat elke inwoner met plezier kan sporten en bewegen. Dat is niet alleen goed voor je gezondheid. Je bent er ook even lekker uit en je ontmoet andere mensen. Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Topsport. Heb jij hem alweer gezien, het vitaliteitsonderzoek? Alle Rotterdamse verenigingen hebben hem weer in de mailbox en ontvangen achteraf een persoonlijke rapportage. Er kan worden gestemd voor de verkiezing Club van het Jaar 2021. Breng jij je stem uit op een van de 38 genomineerde Rotterdamse clubs? We hebben het afgelopen jaar een heleboel veerkracht en creativiteit gezien bij sportclubs en cultuurverenigingen om door te gaan voor hunzelf, maar ook voor de buurt. Zeker weten. Met Project Plastic schoten we uit de startblokken. Tijdens de eerste digitale bijeenkomst gingen clubs enthousiast aan de slag met plasticreductie en afvalscheiding. Die witte plastic bekertjes, daar gaan er miljoenen van erheen in Nederland, die willen we er sowieso uit hebben. De volgende stap is dat we dat veranderen naar dat iedereen zijn eigen fles meeneemt. Onze opdracht in de gemeente Schiedam kwam vorige maand ten einde. De mooiste feiten en cijfers vatten we samen in een toffe visual. Tot slot hebben jullie het antwoord op de quizvraag te goed. Welke collega zat er in het schoolsportvereniging Mascottepak? Sonny Noordermeer. Dat was hem weer. Tot volgende maand.